Wel een goed nummertje. Maar wel erg vaak gehoord in Fortnite muziekmappen. Dat mag gezegd worden. Oh, we gaan hier naar boven ineens. Ik weet niet hoe jij... Ik wil die map van buitenaf wel een keer zien. Ik weet niet hoe jij deze map hebt gemaakt. Maar het organiseren ervan is in ieder geval niet helemaal gelukt. Dames en heren, het is een tijdje geleden. Ik heb weekend genomen. Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Ik had gewoon tandtoedruk, om het even mooi te zeggen. Dus ik had geen tijd om filmpjes op te nemen. Dus we staan nu in de Fortnite muziekmappen. Eerste keer in 500 video's of zo dat ik er 1 of 2 heb gemist. Kan gebeuren. Nou, goed. We staan in ieder geval in de muziekmappen. Er staat linksboven muziekquiz Nederlands Engels. Ik heb deze via een DM binnengekregen. Ik krijg ook heel veel DM's binnen met Jurgen. Ik heb een muziekmap. Ik heb een muziekmap voor je. Maar hij is nog niet helemaal af. Dan hoef je mij ook geen DM te sturen. Dan mag je een DM sturen als jou is. Dankjewel. Even kijken. Subscribe to Rage, Daniel, Tigo Plays en use code. Ja, begin hier. Dit is dus een half Engelse map. Maar het is gemaakt door Nederlanders. Oh, ik moet wel eens op start game drukken. Ik ben niet helemaal scherp vandaag. Nou, made by Daniel en Tigo. Lekker Daniel. Lekker Tigo. Oh, ik loop aan de verkeerde kant. Zo, oké. Het is dus een muziekquiz. Ik weet dus niet of hij Nederlands is of Engels of zo. Maar hij is gemaakt door mensen die in mijn DM zijn gesluit. Dus we gaan kijken. Luisteren bedoel ik. Bad guy. Ik hoop wel dat de Nederlandse nummers tussen gaan zitten. Dat zou ik in ieder geval wel erg leuk vinden. Als de moeite daarvoor in ieder geval erin is gestoken. Even kijken. Billie Eilish. Bad guy. Die was erg moeilijk. Goed, er komt de volgende. Oh, ja. Nederlands. Ja, ja. Maar ja, als je een Engelse bent. Net zoals ik altijd heb met de Franse mappen. Dan snap je dit niet. Maar dit is mooi Engels. Of Nederlands bedoel ik. Even kijken hoe het danst. Jeubig. Die heeft gewoon alle artiesten er gewoon bij gepleurd. Nou, enthousiast. Maar goed, wel goed gemaakt. Volgende, komt ie. Ja. Oké, het is Slurp Fish on Me of Fishy on Me. Ik ga voor Fishy on Me. Ik heb hem goed. Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Volgende, komt ie. Is dit die? Deze? Ja? Oh, die ken ik ook niet. Dus dat komt goed uit. Nou, volgende komt ie. Oh, we gaan er zo goed doorheen. Volgende. Is het deze? Nee. Dan is Smooth Moves van Fortnite. Oh ja. Dat is iets al wat helemaal buiten mijn kennis ligt. Deze moet je even maken, Tigo of Daniel. Volgende, komt ie. Ik heb zo'n gevoel dat deze nummers wel echt allemaal nagemaakt zijn van de interwebs. Niet zoals die andere gast die wel eens mappen voor mij gewoon daadwerkelijk heeft gemaakt. Dit is trouwens Goosebumps van Travis Scott. Nou, die hebben we ook goed. Volgende, hoppa. We gaan er wel lekker doorheen, moet ik zeggen. We hebben tot nu toe maar eentje fout. Oh, deze hebben we nog nooit gehoord. Hij klopt ook niet helemaal, maar dat maakt niet helemaal uit. Het is de Minecraft Team Song. Zo, volgende. Ik heb echt geen idee hoeveel nummers er trouwens in zitten, dus ik loop maar gewoon door. Toen, heb ik het gewoon rustig opnieuw. GTA 4 loading screen. Was leuk geweest als die erin had gezeten. Was erg leuk geweest. Hier moet ik heen. Ik was even de klus kwijt. Volgende. Oh, dit is ook maar... Je merkt dat hij deze zelf heeft geprobeerd te maken. Want dat klopt niet helemaal. Maar ik hoorde net een stukje. Ja, Lucid Dreams, dat is hem. Die was te hoog. Maar dat maakt niet uit. Juice WRLD, Lucid Dreams. Nou, lekker nagemaakt, Tigo of Daniel. Lekker beetje pik. Volgende, komt ie. Druk op de knop. Oh, dit is Say So, denk ik. Nee, dan weet ik hem. Is dat een Party Girl? Wow, wat was de titel? Wat? Stay Solid Rocky. Nooit van gehoord. Maakt ook niet uit. Volgende. Oh, hij heeft wel lekker veel nummertjes, man. Dat vind ik leuk. Kijk.
Deze? Gooba? Ja, nice. Oké, okay. Deze merk je meteen dat, zeg maar, hij die dan niet heeft gemaakt, omdat hij dan meteen veel ingewikkelder in elkaar zet. Oh! Een miljonair, die heb ik nog nooit gehoord. Die wil ik nog een keer horen. Oh, een nieuw Nederlands nummertje die nagemaakt is. Jawel, jawel, jawel. Ik miljonair. Die zijn te vroeg. Heb ik die wel of niet eerder gehoord? Die noten die kloppen ook niet. Maar dat maakt niet uit. Dat is gewoon vet, man. Gewoon lekker Nederlandse nummertjes. Dat vind ik leuk. Oh, deze kant op. Hoppa. Komt die. Nog iets Nederlands? Dit ziet er wel indrukwekkend uit. Oh. Video fixen? Denk ik. Oh. Nu hoor ik het pas. Dit is right foot up TikTok dance. We can't place no more teleporters anymore. Sorry about that. Nou zeg Tigo. Dat kan toch niet, hè? Ja, maar dan moet je je map gewoon beter organiseren. Want nu, want je kan ook gewoon alles gewoon naast elkaar maken. Maakt op zich niet uit, maar het is gewoon een tip. Oh, is dit iets van Ariana Grande? Hij is een beetje traag. Maar dat maakt niet uit, dit is Seven Rings, denk ik. Van Ariana Grande. Grande, even kijken hier. Oh, 10 rings, 7 rings, ja dat weet ik niet. Volgens mij 7. In ieder geval, dit is met hoofdletters, dus ik ga voor deze. Goeie strategie. Nou, volgende, komt-ie! Haba! Lekker sprongetje. Oeh, die ziet er ook indrukwekkend uit. Komt-ie. Zo, dit schud je even lekker wakker hoor, hier, Oh, daar staat hij. Ik kon het even niet zien. Cerebro, heten die mensen zo? Nooit geweten. Ik weet ook niet of ze ooit nog een andere hit hebben gehad naast dat. Volgens mij niet. Maar dat maakt niet uit! We gaan gewoon lekker naar... het volgende nummertje. Morgen zijn we weer. En die lift die duurt echt, echt heel erg lang. Komt ie. Oh. Memories van Maroon 5. Wat waren de andere opties? Girl like you, old memories. Haha, new memories. Wat? Memories, old memories. Grappig. Ik weet niet of old memories een nummer is van hun. Maar het idee is wel grappig. Volgende. Jamie, dit duurt echt heel lang. Nou, komt hij dan, hè? Maya erbij. Oké, okay. Die heb ik nog nooit gezien. Ik weet niet eens wat, of Maya erbij een intro heeft. Maar goed, we hebben hem goed. Volgende. Haba, weer een. Dit is een groot mappie trouwens, hoor. Lekker bezig, Tigo en Daniel. Veel te vaak gehoord. Roxanne. Roxanne van Arizona. Wel een goed nummertje. Maar wel erg vaak gehoord in Fortnite muziekmappen. Dat mag gezegd worden. Oh, we gaan hier naar boven ineens. Ik weet niet hoe jij... Ik wil die map van buitenaf wel een keer zien. Ik weet niet hoe jij deze map hebt gemaakt. Maar het organiseren ervan is in ieder geval... niet helemaal gelukt. Dat is op zich niet erg. Waar ga ik helemaal heen ook trouwens? Hier, dat is nog een nummer. Ik dacht dat ik echt naar een trollend einde geleid zou worden. Dit is La 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 van Y2K. Dat is ook meteen de middelste. Nou, hier gaan we dadelijk meteen weer omhoog. Ik weet niet wat voor verrassingen er allemaal nog in deze map zitten. Maar het is voor mij allemaal één grote verrassing om eerlijk te zijn. Jemig. Maar gewoon die nummer... Kijk dan rechtsboven in de map. Er is links en rechts niks te vinden. Waar ga ik heen? Waarom doe je dit? Ik ben daar vergeten iets te plaatsen, Tigo. Of Daniel. Ik weet niet wie ik de schuld moet geven. Morgen. Hoppa! We level up met mijn battle pass. Dat doen we dan toch even lekker. Nou, volgende. Baby Shark. Heel dat tering eind. Gedaan. Om Baby Shark te horen. Hier rechts zit nog een nummer, neem ik aan. Ik neem aan dat ik niet weer eerst een heel pleuren zijn te hoeven vliegen. Oké, okay, volgende komt die. Oh, dit is snelle. Small verliefd. Lekker man. Kijk, zie je, hier is gewoon georganiseerd. Hier is het gewoon weer achter elkaar. Waarom komt dat niet gewoon meteen op het begin? Volgende, kom maar door.
dat je hier bent. Is het Zoutelanden? Ja, Zoutelanden van Bluff. Lekker man, goed nummertje. Wel een goede muziekkeuze. Oh nee, ik zie alweer rechts op de map dat er een hele flits aan een rij aankomt die we af moeten leggen. Nou, wel zin in. Ik vraag me echt van harte af waar dit voor nodig is. Waarom is het organiseren gewoon van een map zo moeilijk? Of is dit het einde dan? Oh nee, ik denk dat dit de bonus is. Zo. Oh, go up hier. Hij is al? Oh, zo ziet de map er van boven uit. Nou, top, dan kan ik dat meteen zien. Dit is Huis in de Room trouwens. Thanks for playing. Graag gedaan, kerel. Topnummertje. Even kijken, bedankt voor het spelen. Voor tutorials gaan naar YouTube Range, Daniel. Daniel, mag ik jou gewoon een kijk, hij heeft alles gewoon los door elkaar heen gebouwd. Daniel, als jij nou gewoon de volgende keer gewoon alles op een rijtje neer zou zetten, dan zou het op zich veel makkelijker kunnen zijn. Hoeft niet, kan wel. De kans is wel 99% aanwezig dat het wel zo is. Maar dat ben ik, hè. Ik bedoel, ik ben de mapmaker hier niet. Wel bedankt voor het opsturen van je map, want ik heb dan weer content. Dat vind ik gewoon fijn. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je leuk, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor nog meer content. Ik zal proberen weer gewoon elke dag te uploaden, maar ik heb gewoon heel veel werk en heel druk en gewoon heel veel dingen te doen. Daar komt het een beetje op neer. Nou, hè? Bedankt. Ciao. Bedankt.